Vanaf 2020 kunnen er 425 auto's in de ondergrondse garage aan de Garenmarkt parkeren. Tot die tijd moet er nog wel het een en ander gebeuren. Binnenkort wordt de bouwkuip vol water gezet. En daarmee gaat de bouw weer een volgende fase in. Druk bezig hier aan de Garenmarkt met de tweede parkeergarage. En we zitten nu een beetje op het punt van een droge bouwput naar een natte. Dus binnenkort dan gaat het water erin en dan gaan we ook beginnen met het afzuigen van al het zand. Zodat er echt een diepe bouwput gaat ontstaan. Die wanden zitten er al in, maar ja, nu moet die nog even uitgegraven worden. Nu kan je nog mooi kijken hoe het eruit ziet. Hè. We hebben een aantal meter hebben we ontgraven. En na het weekend gaat water erin, dus dan krijgen we eigenlijk een vijver. Wat wel leuk is, is dat je merkt dat waar bij de Lammermarkt mensen nog vragen hadden van wat gaan jullie precies doen en waarom. En nu mensen die gezien hebben, daar geparkeerd hebben, weten dat die er is. En wat een fantastische voorziening dat eigenlijk voor de stad is, merk je dat er heel veel mensen heel blij zijn dat we hier nummer 2 aan het maken zijn. Het is nodig omdat we gaan ontgraven. Dus we gaan straks weer naar beneden graven, ongeveer naar min 18 meter. En om te zorgen dat natuurlijk het grondwater weer naar boven, we zetten al het water in om die grondwaterdruk te behouden. Dus er komt al het water in de put. Zolang we nog geen vloer hebben, moet dat erin. We denken dat water ongeveer eind van de zomer of in het najaar weer eruit kan. Dan hebben we de vloer, de eerste werkvloer, gestort. En dan kan ook de put weer leeggepompt worden. Ja, en dan kan je echt zien hoe groot de parkeergarage ongeveer gaat worden. En is dat duidelijk hoe het plein op de garage eruit komt te zien? Nee, daar gaan we nu hard mee aan de slag. We weten sinds kort dat dat echt autovrij wordt. En dat betekent dat we het mooi groen kunnen inrichten, maar dat er ook wel evenementen moeten kunnen plaatsvinden. Denk aan Leiden Culinair, denk aan 3 oktober. En dat wordt dus weer zo'n uitdaging, net als op de Lammermarkt, waar we dat eigenlijk ook hadden. Mooi groen plein, maar wel met ruimte voor evenementen. En dat gaan we samen met de omgeving nog maken hier. Het water halen we ook hier uit de gracht, dus uit de steenschuur. We gaan nat ontgraven. Het voordeel van nat ontgraven is dat we natuurlijk het zand met het water kunnen verpompen via leidingen. Straks komt er ook hierachter een grote kraan te staan met een grote zuigmachine, zou ik maar zeggen, erbovenop. Die zuigt het water en het zand omhoog. En dan gaat het via leidingen naar een depot, net buiten de stad. En daar wordt het per schip afgevoerd naar een locatie, alleen het zand natuurlijk. Wordt het zand alleen afgevoerd naar een locatie waar het weer hergebruikt wordt. Het is ongeveer 40.000 kuub wat eruit gaat. Ja. En we kijken hier al op het dak, hè? Ja, klopt. Ja, het is anders dan hoe we het op de Lammermarkt hebben gedaan. We moeten hier ook al de dakconstructie bouwen. Dat is meteen ook een eigen stempelraam op hoogte. En het voordeel is dat we ook nu vanaf het dak kunnen werken. Want we kunnen hier geen betons in doen. Dus we gebruiken het toekomstige dak als werkplateau.